Ja, we hadden natuurlijk gisteren, waarbij Ruben Spaargaren echt wel even een pak slaag kreeg van Stefan Houdet. Oud-gediende, oud-winnaar ook van dit toernooi. Dan zou je haast denken dat Houdet on fire is en misschien ook echt wel iets zou kunnen laten zien vandaag. Maar vandaag had hij gewoon echt geen kans tegen Gordon Reid. En ging er heel makkelijk vanaf. En ik sprak hem na de wedstrijd, of eigenlijk niet echt spreken, maar hij kwam langs mij. En toen maakte hij nog eventjes duidelijk, it's not my age, it's not my age, it's just not my day. Dus ik denk, ja, het zat er gewoon niet in vandaag. En dik verloren van Gordon Reid. Ja, we hadden ook twee Belgen tegenover elkaar staan. Joachim Gerard, die nog de Australian Open heeft gewonnen. Die moest tegen zijn landgenoot Jeff van Dorpen. Jong talent, 19 jaar. En ik was erg onder de indruk, ben eigenlijk nog steeds wel onder de indruk van Jeff. Alleen ja, ook hier geldt dat ervaring met het spelen van wedstrijden, maar misschien toch ook wel de kracht en de power en misschien wel de rust die Joachim Gerard ja, zeg maar in zich hield, heeft ervoor gezorgd dat Joachim uiteindelijk aan het langste eind trok en als winnaar uit de bus kwam. En dan hebben we ook nog titelverdediger Elfie Hewitt. Die moest vandaag tegen Nicolas Pfeiffer uit Frankrijk. En nou ja, volgens mij was het heel duidelijk vandaag waarom Elfie Hewitt titelverdediger is. Want hij voelt zich namelijk hier op zijn gemak. En het ligt hem gewoon. Dus ja, hij is de winnaar. Maar de next generation spelers, dus allemaal jongens in hun twintiger jaren, zeg maar. Dat die nu uitmaken ja, wie het toernooi kan gaan winnen. Wie het op zijn naam kan gaan schrijven. En dat heeft te maken met snelheid van spelen, maar ook de ontwikkeling van kracht. En fitheid in het bovenlichaam. En ja, vind ik wel mooi om te zien. Dat je dus inderdaad de getrainde atleten, die maken de dienst uit. Dus de vier hoogst geplaatste, die zitten nog in het toernooi. Die staan allemaal in de halve finale. Waarbij Gordon Reid tegen Gustavo Fernandez moet. Ik denk dat dat wel een hele spectaculaire wedstrijd gaat worden. Tenminste, ik vind dat erg mooi om te kijken. Eén krachtpatser tegen toch wel een hele stilistische speler. En de andere wedstrijd is dus Joachim Gerard tegen Elfie Hewitt. Ja, ook dat wordt gewoon echt een mooie partij. Dus ik denk dat ik als toernooidirecteur erg blij mag zijn met deze halve finalisten. In de dubbel nog een Nederlands koppel in de halve finale. Michael Scheffers en Tom Egbrink. Die hebben gisteravond gewonnen van Ruben Spaargaren en Joachim Gerard. Dus die kunnen nu gaan spelen voor de finale plek.